Erwin Hoogland, beoogd gedeputeerde namens de VVD. U komt uit Almelo en u wordt straks bestuurder van de provincie. Wat doet een gedeputeerde? Een gedeputeerde kun je vergelijken met een wethouder van de gemeente, maar dan van de provincie. Of met een minister zou je het ook mee kunnen vergelijken. En hij is eigenlijk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de provincie. Op de thema's waar de provincie natuurlijk over gaat. En wat zijn die thema's? Nou, die thema's zijn onder andere bereikbaarheid, wonen, maar ook economie zoals binnensteden, bedrijventerreinen, cultuur en kunst, recreatie en toerisme. Dus best wel een heel pakket. Uh-huh. Dus eigenlijk alles wat zeg maar, het uiterlijk bepaalt van de provincie Overijssel. En wat worden uw thema's? Is dat dan bekend? Ja, daar kan ik helaas nog niks van zeggen, want 8 juli wordt daar wordt het coalitieakkoord bekendgemaakt en dan worden ook de portefeuilles bekendgemaakt. Want we zijn met 6 gedeputeerden, 2 van de BBB, 1 van GroenLinks, 1 van de SGP, 1 van de PvdA en 1 van de VVD. Een heel bijzondere samenstelling, vooral GroenLinks en BBB, die combinatie. BBB was met bijna 30% van de stemmen verreweg de grootste, jullie de VVD met 10% de tweede. Hoe is het dan met de BBB samen te werken? Ja, eigenlijk prima. We hebben de afgelopen, zeg maar, vanaf maart hebben wij onderhandeld. We zijn ook klaar met het coalitieakkoord. En ik moet eerlijk zeggen dat de BBB op een aantal thema's natuurlijk afwijkt van de VVD. Dat is ook heel logisch. Maar eigenlijk in grote lijnen zien we toch een heleboel zaken hetzelfde. Zoals hoe we kijken tegen de landbouw, hoe we kijken tegen de natuur. Maar ook hoe we kijken tegen woningbouw of bereikbaarheid. Dus er zitten heel veel overeenkomsten in. Dus met de BBB kunnen we het best wel goed vinden. Nou komt u uit Almelo en u wordt gedeputeerde. Heeft Almelo daar nou ook nog wat aan? Ja, Almelo heeft er altijd wat aan. Het is sowieso goed om iemand in het bestuur te hebben zitten van de provincie. Dat maakt de lijnen lekker kort. Dus de wethouders van Almelo weten natuurlijk mij wel te vinden en mij op mijn Almeloze titel aan te spreken. Maar Almelo concreet, nou bijvoorbeeld de binnenstad. Een van de thema's die ook de afgelopen 4 jaar gespeeld heeft in de provincie was er, zeg maar, het vitaliseren, het versterken, het beter maken van de binnenstad. En ook daar heeft Almelo zich al in de afgelopen 4 jaar heel veel profijt van gehad. En dat zullen we de komende 4 jaar voortzetten. Zoals bijvoorbeeld de stadmanager is er aangesteld destijds om te kijken hoe de winkeliers en hoe de aankleding van Almelo beter kan. De opkomst was in Almelo niet echt hoog, iets meer dan 50% geloof ik. Maar Almelo heeft dus best veel te maken met de provincie. Ja, sowieso. En ik moet eerlijk zeggen dat wat je zag tijdens de verkiezingen, dat het heel overschaduwd werd door de Eerste Kamerverkiezing natuurlijk. Het werd een beetje een landelijke verkiezing, wat ik jammer vind. Omdat er namelijk gewoon heel veel belangrijke thema's zijn die gewoon de mensen raken, ook hier in Almelo. Want ook het stikstofdiscussie heeft natuurlijk te maken met hoe we bijvoorbeeld woningbouw kunnen doen. Hoe we bijvoorbeeld de bedrijventerreinen met bedrijven kunnen vullen. Maar ook om wegen aan te leggen. Dat zijn allemaal vraagstukken die aan stikstof vastzitten. Ja, maar hoe kom je daaruit met de BBB? Ja, daar kom je uiteindelijk al uit. Waar het om gaat is dat ook de BBB en wij willen natuurlijk wel een stuk perspectief voor de landbouw creëren. Maar tegelijkertijd weten we dat we een verandering moeten aanbrengen in de landbouw om die stikstofuitstoot te reduceren. Dit is voor u een heel nieuwe functie, hoewel u lang in de politiek, in de provinciale politiek actief bent. Wat vindt u ervan? Wat verwacht u ervan? Ja, wat verwacht ik ervan? Nou, het eerste wat ik voor mezelf heb voorgenomen om gewoon heel erg stinkend mijn best te gaan doen om, zeg maar, er iets moois van te maken op de portefeuilles die ik mag doen. Dus dat hoop ik ook dat het gaat lukken. Het tweede wat ik ervan verwacht is dat we ook echt iets kunnen betekenen voor de burgers hier in Overijssel. Dus dat we echt weer een stap voorwaarts kunnen maken. Dat we uit die polarisatie gaan komen. Dat we ook, zeg maar, een stukje toekomst voor de provincie Overijssel neerzetten. En natuurlijk ook voor Almelo. Ja, dat GroenLinks erin slaagt samen te werken met de BBB en andersom is een goed teken wat betreft die polarisatie. Nee, absoluut. En dat is ook een beetje het thema, hè, dat we het met elkaar samen doen. Dat we echt van links naar rechts hebben elkaar gevonden. Omdat we namelijk allemaal één ding voor ogen hebben. Is namelijk het gewoon beter maken voor Overijssel. Maar ook beter maken met name voor de inwoners van Overijssel. Je gaat nu het thema van het programma ontroeren, samenwerking. Nee, dat was nog niet het thema. Nee, het heeft er wel iets mee te maken. Maar ook dat kan ik helaas niet verklappen. Dan moet een klein beetje in de cliffhanger blijven natuurlijk. Hè. Ja.